Vraag aan jou, meneer Singeling. Waarom gaat het gevecht niet door? Ik heb gisteren een blessure opgelopen. Aan wat, als ik vragen mag? Aan mijn wrever is gisteren met de trap kwam er een elleboog op. Oké, dat is heel erg kloten. Dus, ja. Nou, wanneer wordt dit verplaatst? 2 weken. Ik wou wel vechten, maar het mocht niet van Hafid. Jouw trainer? Ja. Hij zegt, je moet wachten. Maar okay. Ja, dan wordt het maar wachten. Het is dan eind van de maand. Oké, want je hebt nu heel wat op de planning staan eind van de maand. Ik heb begrepen dat je ook tegen Lazar gaat. Ook nog tegen Lazar. Dus Lazar, je weet zelf. ik zou maar niet te veel blessures pakken bij Redouan en hem heel gauw neerslaan. Dan ben je lekker blessurevrij. Ja, maar ik vind het echt flippen. Want ik wou wel, maar we mochten niet van Hafi. Tenminste, hij vond het niet verstandig. Dan moet je er maar naar luisteren. Maar ik had echt een hele gameplan in mijn hoofd om het te overleven 3 minuten tegen het Mr. Knockout Giro. En meneer Lacoubi, denk je echt nou dat hij een blessure heeft? Of denk je er gewoon dat het even een smoesje is om het uit te stellen? Nou, hooligan kennende, denk ik dat hij een echte blessure heeft. Want hij wou ook heel graag gewoon doorzetten. Hij zei ook gewoon van kom. Maar Hafid die denkt aan zijn gezondheid en aan de veiligheid van zijn vechters. Dus die heeft het uiteindelijk afgezegd. En dat is heel verstandig, want ik weet als topsporter hoe het is om met een blessure voor een wedstrijd te zitten. Je wil altijd gaan vechten als een vechter. En dan moet er altijd wel iemand zijn die je tegenhoudt. En bij deze heeft Hafid dat gedaan. En ik heb heel veel respect voor Hooligan. Dat hij het toch doet, toch wel tegen A-klasses en op deze leeftijd. Hij moet eind van de maand ook tegen een wereldkampioen Ismael Lazar. Ja, daar wens ik hem nog veel meer succes bij dan tegen mij. Maar ik weet hoe Hooligan traint met zijn motivatie en zijn doorzettingsvermogen. Dan komt hij er wel. En over de 2 weken dan gaan we even sparren. Hij had een... Dat is mooi gesproken, jongens. Fair play naar jullie toe. Meneer Singeling zei net dat hij een gameplan voor je had. Dus daar ging je vanuit dat het gameplan zou werken, want anders maak je niet eentje natuurlijk. Mag ik je even uitpraten? Dus ik denk wel dat hij, dat hij gewoon komt om neer te slaan, neem ik aan. Denk jij hetzelfde? Heb jij ook een gameplan voor meneer Singeling? Ja, zoals ik al zei, ze noemen me de Gladiator. En dat is puur omdat ik daarin ga voor de knockout. En als ik desnoods zelf neer moet. Dat ik desnoods zelf neer moet gaan, dat vind ik niet. Vind ik de ergste niet. Dus De Singeling is een beetje zenuwachtig volgens mij. Maar in ieder geval, mijn gameplan is gewoon om hem eruit te slaan. Het blijft natuurlijk een vriend van me, een teamgenoot. Ik zal het altijd wel op een verantwoord manier doen. Dus op zijn levertje, op zijn lichaamtje. Maar mijn gameplan was gewoon puur om hem eruit te slaan en hem niet te sparen, zoals Ibo Bustati heeft gedaan. Meneer Singeling, ik heb nog een vraag voor jou. Waarom doe je dit eigenlijk? Het lijkt me niet gezond voor je lichaam, al die levenstoten. Het lijkt me ook niet gezond voor je hersenpan. Voor wat doe je het eigenlijk? Ik bedoel, deze heren die weten hoe ze je moeten raken. En als een man van, ik neem aan, boven de 40, is het niet echt gezond meer om zoveel klappen te krijgen, denk ik, toch? Nee, kijk, maar die man die voelt zich nog als 30. En zo 8 klappen krijg je het hele leven al, weet je. Dus waarom dan niet op de sportschool? Zonder camera krijg ik ze ook van jullie. Dus waarom dan niet? Ik vind het gewoon leuk. En ik zal nooit meer wat bereiken. Maar nou kan ik toch nog zeggen als ik straks een oude man ben. Want ik ben nog geen oude man. Daar krijg je ze nog voor. En dat ik gewoon toch tegen toppers heb gestaan, weet je. Je kan het maar zeggen. Ik ben geen topvechter, maar ik heb wel tegen toppers gestaan. Wie krijgt die kans? Maar ik heb nog geen boodschap voor de kijkers van Wat de Vlog. Dit is een hooligan 070. Ik heb zoveel respect voor deze man. Deze man die komt vaker trainen dan de beginnende A-klassers, dan de gevorderde B-klassers. Hij is hier elke dag in de middag, in de ochtend, in de avond. En hij staat gewoon tegen ons in de ring met combinaties, met sparren. Hij doet overal mee. Dus zoveel respect voor deze man. Dat is en ik denk dat jullie ook die respect aan hem moeten geven ook. Ik denk dat het respect ook wederzijds is. Even terugkomend op jouw Redouan. Op 2 april vecht je weer in Den Haag. Op het Pride Sense, Presence en Fusion Live Gala. In Sporthal De Uithof.
Het zal een groot evenement zijn, naar verwachting ook uitverkocht. En tegen wie sta je daar en wat verwacht je? Ja, ik sta op Fight Sense and Fusion Live, de Gold Edition, tegen Aziz Kala in het uit of 2 april. Ja, wat verwacht ik? Ik verwacht sowieso een en al spektakel. Aziz Kala, dat is geen kleine naam. Die zit al heel lang in de ring, zoveel ervaring. Die draait al langer mee. Ja, gewoon zoals ik erin ga. Ik ga erin om hem eruit te slaan. Om jullie te vermaken, om het publiek te vermaken. Puur voor de sensatie en de spektakel. Dus wat verwacht ik ervan? Het wordt een mooie pot, een harde pot. Een knockout die hangt eraan. Of hij of ik, het maakt mij niet uit. En voor jou, meneer Singeling, als jij een weddenschap mocht aansluiten, wie zou jij voor kiezen? Neem aan, broer. 070, denk ik. Ik ben 070. Iedere vechter met wie ik praat weet, als er eentje tegenover aan mijn jongens staat van 070, ben ik standaard voor mijn jongens van 070. Al mag ik jou, al ben je de beste gozer van de wereld, maar mijn broers van de sportclub, die zijn nummer 1 voor mij. Maar ik heb nog even een berichtje. Ik hoor veel op social media, die haters, dit, dat. En ze is zo over mij, over Fight Sense, thuisvechten, bla bla bla. Wat moet ik daarover zeggen, weet je? De Bond, dat is een onafhankelijke organisatie. Dus dat met omkopen of iets, dat lijkt me bullshit. Ik denk niet dat de Bond zich daar de schut gaat voor laten zetten. Maar als je zo'n grote mond hebt, kun je bij Alfita Bustati, mijn manager, kun je gaan solliciteren tegen een partij van mij. En als je zo interessant genoeg bent, dan kom je wel een keer tegen mij op Fight Sense. Dat zijn sterke woorden. Ik neem aan dat het betreft om je laatste partij, om het viermanstoernooi. Degene die weet wel, die veel praat en veel doet. Dat er wat meningsverschillen waren. Voor mij in ieder geval de terechte winnaar, Redouane Lacour, en de nieuwe Europees kampioen. Ik denk ook voor een lange tijd. Heren, ik wil jullie beiden bedanken. Ik zie jullie eind april tegen elkaar. Jongens van die What the Vlog volgen, blijf volgen. Duimpje. Blauw duimpje omhoog. En abonneren. Sowieso. Oké dan, heren hooligan, even samen met Big Mo. Kijk, ik heb hem net uitgedacht voor 3 minuten. En dan ga je erop in, bro. Uiteindelijk ga ik er wel op in, ja. Ja, je weet zelf. De haarsmoedingen moeten... Het onderhandel genomen worden. Je weet zelf, jongen, 3 minuten gaat volhouden. Ja. Zo. Volg Haakse Hooligan op zijn vlog. Oes.